We gaan vandaag matchen. Ik ben Jan van de Bovenkamp van het team ABU-EVZ. En ik wil jullie graag laten zien hoe wij het voer maken, hoe we de spulletjes prepareren en dan zometeen ook nog proberen om een paar vissen te vangen. Ik heb emmers meegenomen, ik heb zeven meegenomen, water bij de hand, heel belangrijk de handdoek en de nodige soorten voer. Zometeen moeten we gaan voeren dus naar de andere kant van het kanaal, dat is 30 meter, 35 meter. Met zo'n werppijp kun je dan kleine balletjes voer heel makkelijk gooien op afstand. Dus je moet wel zorgen dat dat voer zometeen lekker compact is, goed te kneden is en dat je er wat aas in kunt brengen, zodat je aan de overkant ook inderdaad op je voerplek wat aas en voer krijgt, zodat er wat te vangen is. Dan gaan we het voer maar eens mengen. Wat heb ik daarvoor meegenomen? Twee ruime emmers, want die emmers, daar moet zometeen het voer in gemaakt worden. Uiteraard de nodige voerbestanddelen. Het gele laat ik even achterwege. Noord-Hollands kanaal is op het ogenblik vrij helder. Normaal gesproken zou ik misschien zelfs nog wel eventjes gaan voor een iets donkere voer. Ik zou nog wel een zwart voer erdoor durven mengen. Maar ik ga het vandaag proberen met T-Mix Brasem Bruin. En daarbij ga ik een beetje, en dan zeg maar een beetje, T-Mix Feeder Licht doen. En dat doe ik, die twee bij elkaar, omdat Feeder Licht lekker wat kleefkracht heeft. En de Brasem Bruin wat meer werking. Dus in die kleefkracht krijg ik het voer naar de overkant. En daarna Brasem Bruin, lekker werken, gaat het op die plek aan de slag en gaat het voor mij de vis lokken. Heel simpel proces. We openen de zak en ongeveer een half zakje van het vierde voer. Daarna pakken we de zak met het brasem. En die gooi ik er helemaal in. En dan gaan we nog een klein geheim van de smid erbij doen. Dat is een klein beetje kokosmeel. Kokosmeel is een lekkere attractant voor voren. Die zijn er gek op. Kokosmeel doet nog wat andere dingen. Die leg ik straks nog een keertje uit. Ik gooi er maar een heel klein beetje bij. Komt echt niet helemaal secuur. Ik meng het geheel. En dan krijg je een mooie mix. Je ruikt ook gelijk al de lekkere zoete geur vanuit het vierde voer naar boven komen. En wat ik dan doe is, pak water. En doe twee keer over een half glaasje erbij. Dan ga ik dat spulletje even mengen. En dat mengen, dat is heel belangrijk. Want het vocht moet echt gelijkmatig verdeeld worden door het voer heen. En nu zullen sommige mensen, die zullen zeggen van zo, en klaar zijn we. En dan pakken ze het voer en dan kun je er al een klein balletje van knijpen. Maar dat is nog zo broos, zo los, dat als ik dat met mijn werppijp weg wil zetten, dan gaat dat niet. Dus we gaan er zeker nog zo'n half glaasje bij gaan brengen. Dan gaan we het heel goed mengen nog een keer. Laat ik het ongeveer 10 minuten zo staan en dan kom ik zo meteen terug en dan gaan we nog een keertje wat water bijvoegen. Oké, we zijn een kleine 10 minuten verder. Wat ik gedaan heb is, ik heb nog een keertje een half glaasje water erbij gegooid en ik meng het voor de laatste keer even heel goed door elkaar. Nu heb ik een mooie compacte mix en die compacte mix, als je het voelt in de emmer, dan voelt het al dat het een structuur heeft dat als ik er ook maar iets in knijp, dan vormt dat een perfect balletje, waardoor ik het in die werppijp fantastisch op grote afstand kan gooien. En dan nu dus een additief van EVZ en dat heet het Herb. En wat we doen is, heel simpel, we gooien ongeveer een 30 gram erbij. Ga je natuurlijk op een gegeven moment echt af moeten wegen, echt af moeten meten. Ik doe dat al een klein beetje omdat ik er wat ervaring mee heb. Gewoon een beetje op gevoel. Wat ik nu ga doen is het volgende. Ik zeef mijn voer af. Ik ga nu de grove bestanddelen ga ik eruit zeven. Waarom doe ik dat? Ik verwacht dat ik zo meteen op het kanaal voren ga vangen.
We zijn wat later in het seizoen. Dan is het Noord-Hollands Kanaal is best nog wel een braas om te vangen. Maar ik zou het mooi vinden als mijn vrienden de vorens naar voren komen. Wat ik dus doe is, ik gooi simpelweg het voer op een vrij fijne zeef. En ik wrijf, niet te hard, want dan wrijf je de structuur van het voer kapot. En ik wrijf eigenlijk het voer door de zeef heen. Wat je dan krijgt is een voer wat na het zeven gewoon nog fijner van structuur is. Je ziet dat, dit is wat grover en dit is echt veel fijner. Alle twee kan ik ze perfect knijpen en een balletje ervan maken. En dit is ongeveer het formaat, een ei, wat dan perfect in het voerpijpje past. En dan gooi ik ze op grote afstand. En zo gaan we het doen. Nou, tot zo aan de waterkant.